Donderdag 10 maart en eindelijk weer een dag met zon. Hallo, welkom weer bij de vlog van ISM Makelaars. Mijn naam is Imre Schaafsma. Gisteravond heb ik de dag goed af kunnen sluiten met het tekenen van de koopovereenkomst van de Lepelstraat 19 in Wolferstijk. En dat is altijd leuk. Leuk om te zien hoe zowel verkopers als kopers blij zijn met het resultaat. En het is ook heel snel gegaan, ook dat is leuk. Voor vandaag heb ik niet zo heel veel dingen staan. Ja, mijn dagelijkse werk uiteraard. Maar qua afspraken, vanmiddag een bezichtiging in Wemeldingen en daarna nog een bespreking in Kloetingen. En dan is de dag alweer om, wat dat betreft. Op kantoor genoeg te doen en de zon schijnt buiten, dus vrolijk als altijd gaan we gewoon aan de slag. We beginnen met het regionale nieuws en dat gaat over snel internet in het gebied van Noord-Beveland. Gisteravond was er een bijeenkomst in het dorpshuis van Geersdijk, wat vol zat met inwoners uit het Noord-Bevelandse buitengebied, ongeveer 100 man. En zij kwamen af op de zogenaamde breedbandavond in het Drentehuis. De realisatie van het project Breedband in het buitengebied lijkt dichtbij, geeft Thijs van Vervelde aan van Energiek Noord-Beveland. En deze coöperatie promoot duurzame energie en ondersteunt maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in Noord-Beveland gaan vergroten. Nou, dat is natuurlijk altijd prettig voor de inwoners en toekomstige inwoners van Noord-Beveland, want dat is absoluut een mooi deel van de provincie om te wonen. Het is groen, rustig, in de buurt van stranden, in de buurt van het Veersemeer, met allerlei voorzieningen. Dus hou dit in de gaten. Het is zo dat wanneer er 100 mensen of meer zich aanmelden voor dit project, zij in mei het netwerk gaan uitrollen. En dat zal in eerste instantie bij de campings zijn en later bij de particulieren. Dus als je interesse hebt, geef je dan op. Het volgende nieuwtje is een landelijk nieuwtje en dat heeft ermee te maken dat er een gebiedsontwikkelaar is die zich in gaat zetten voor het online kunnen aankopen van een nieuwbouwwoning. Dat wil zeggen dat, kijk, het is een nieuwtje via nu.nl zoals je ziet. En wat zij willen is dat jij voortaan nieuwbouwwoningen die via hun aangeboden worden digitaal in een winkelmandje kan plaatsen en online kan aankopen en daarbij ook online je handtekening kan zetten. Dat is nu niet mogelijk, nu moet dat gebeuren bij de makelaar of in een bijeenkomst die vooraf is afgesproken. Maar binnenkort zal dat dus online kunnen gaan gebeuren en het gaat alleen om nieuwbouwwoningen. Dat lijkt me ook verstandig, want een bestaande woning die moet je echt zelf gaan bezoeken en die moet ook, ja, die moet ook goed aanvoelen. Bij een nieuwbouwwoning is dat sowieso niet te doen, omdat je vanaf een plaatje koopt. Maar een bestaande woning, dat is iets wat je echt gewoon zelf moet gaan bezoeken. Maar hou deze ontwikkeling in de gaten. Je zult in ieder geval altijd wel naar de notaris moeten om te tekenen. Maar dit kan het voor heel veel mensen een stuk makkelijker maken. Dus nogmaals, hou het in de gaten of dit inderdaad een feit gaat worden. Het is de toekomst, maar de toekomst verandert en wordt makkelijker in sommige opzichten. En internet heeft daar heel veel mee te maken. Goed, ik ga het hier voor vandaag weer bij laten. Ik heb nog genoeg te doen. Ik hoop dat jullie ook een hele fijne dag hebben. En tot de volgende keer.